Welk diploma heb je nodig om te kunnen starten als virtueel assistent in Nederland en België? Nou, in Nederland moest je vroeger een middenstandsdiploma hebben om te mogen starten als zelfstandig ondernemer. Dat is inmiddels niet meer nodig. En je gaat naar de Kamer van Koophandel, je schrijft je daarin en je mag van start. Nou, in België is het op dit moment nog anders. In België is het zo dat je op dit moment bedrijfsbeheer nodig hebt om te mogen starten als zelfstandig ondernemer. Je moet aantonen dat je kennis hebt daarover. En ik heb van Acerta vernomen dat de overheid bezig is om dit te gaan schrappen in België, omdat ze willen dat steeds meer mensen starten als zelfstandig ondernemer. Maar zover is het nog niet. Wil je weten of jouw diploma volstaat om te starten als zelfstandige? Check dan zeker de linkjes in de blog naar de website van Acerta en Unizo. Volstaat je diploma niet, dan kun je heel eenvoudig een attest bedrijfsbeheer halen. Laat je daardoor niet tegenhouden. Je vindt eveneens informatie op de website van Acerta. Je registreren als ondernemer kun je in België zelf doen, maar je kan het ook doen via bijvoorbeeld je boekhouder of Acerta. Dat zijn een aantal voorbeelden. Nou, er zijn wel een aantal beroepen waarop in België de vestigingswet van toepassing is. En daar heb je wel een diploma voor nodig. Bijvoorbeeld als je als ondernemer wil starten met een kapperszaak, bakkerij, een restaurant of schoonheidssalon. Nou, als virtueel assistent is het niet nodig dat je bedrijfsbeheer, naast bedrijfsbeheer nog een ander diploma nodig hebt. Maar is het dan slim om helemaal niet te investeren in een diploma en zomaar te starten als VA? Heel eerlijk, of je nu in Nederland of in België woont, elke slimme ondernemer investeert. Investeert in zichzelf en zorgt dat zij of hij over de juiste kennis beschikt om haar klanten zo goed mogelijk te helpen. Nou, dat zal voor iedere VA anders zijn. Het ligt er maar net aan, waarmee wil jij jouw klanten helpen? Onlangs sprak ik Anja. Anja woont in België en ze wil een switch in haar werk maken. Want ze werkt al als zelfstandig ondernemer en voert op dit moment hoofdzakelijk administratieve taken uit. Nou, ze ziet ook dat het VA-schap een hele mooie kans is, een gat in de markt, en ze wil daar ook op inspelen. Daarom heeft ze besloten om met de markt mee te bewegen en te investeren daarin. Zorg in ieder geval voor dat je de kennis hebt en de basisvaardigheden kent als ondernemer. Dat je weet wat erbij komt kijken om online te werken. Maak een succesvolle start en investeer daarin. Dat verdien je zo weer terug als je je bedrijf opbouwt. Nou, ondernemerschap is geen studie op zich. Ondernemerschap is gedreven zijn. Openstaan om nieuwe dingen te zoeken. En om elke dag bij te leren. En niet bang zijn, maar nieuwsgierig, leergierig. En weet van jezelf dat je bij de pinken bent en dat je nieuwe dingen graag oppikt. Heb je alleen maar iemand nodig die je kan laten zien hoe het zit. Heb zelfvertrouwen en durf te starten en een stap te zetten naar jouw ideale ondernemerschap. Iedere ondernemer heeft ooit aan het begin gestaan. Net als jij nu. Nou, ik ben heel benieuwd of deze blog jou opheldering heeft gegeven. En of je nog vragen hebt, laat het me gerust hieronder in de blog weten. Hele fijne dag en tot de volgende keer.